Breda Nu. Je weet het meteen. Op het Pools Ereveld in het Ginneke is het bevrijdingsvuur aangestoken door een groep leden van AV Sprint. Zij liepen mee in de Nationale Bevrijdingsvuur Estafetteloop van Wageningen naar Breda. Een week of vier terug zijn we het echt op gaan pakken om te gaan organiseren. We zijn gisteravond met drie busjes richting Wageningen gegaan. Daar hebben we de ceremonie meegemaakt. De 4-5 mei ceremonie, dus het ontsteken van het bevrijdingsvuur. En vervolgens met alle groepen die het bevrijdingsvuur over heel Nederland verspreiden. En wij als groep hebben het bevrijdingsvuur naar Breda gebracht. Als teken dat we ook hier in vrede en vrijheid kunnen leven. De vrede is na de Tweede Wereldoorlog begonnen in Wageningen. Daar is de vrede getekend. En dit symboliseert het verspreiden van die vrede weer over Nederland. Als herinnering aan het tekenen van de vrede na de Tweede Wereldoorlog. En ten teken dat de vrede moet blijven. En dat die blijvend moet zijn in Nederland. Omdat die echt heel zwaar bevochten is. En wat voor reacties kregen jullie op dit initiatief? Veel positieve reacties. Van mensen die het goed vinden dat er toch activiteit is op Bevrijdingsdag. Want eigenlijk is dat in Nederland op dit moment heel erg weinig. Omdat toch dat er iets aan meer moet gebeuren om Bevrijdingsdag meer leven te krijgen. En in leven te houden. En ook dat het overgedragen kan worden aan de jongere generaties. Breda Nu. Je weet het meteen.